De laatste tijd is er veel gesproken over de conceptwet op bescherming moederschapsverlof, waarin ook de regels van het vaderschapsverlof zijn opgenomen. Mevrouw Jennifer Vreedzaam, die voorzitter is van de commissie van rapporteurs, zal ons wat meer vertellen over deze wet. Mevrouw Vreedzaam, kunt u ons precies vertellen wat de wet op bescherming moederschapsverlof precies inhoudt? De regering heeft het nodig gevonden om de regels met betrekking tot bescherming moederschap in de arbeid, dus werkende moeders, om die regels vast te stellen in een conceptwet. En daarmee zijn we nu bezig in behandeling. Oké, en de wet is in behandeling en dat is dus de wet op bescherming moederschapsverlof. Ik gaf eerder aan dat ook de regels met betrekking tot het vaderschapsverlof in zijn opgenomen. Wat is dat? Welke regels zijn er met betrekking tot het vaderschapsverlof? Nou, deze wet regelt de moederschapsverlof in de arbeid, dus in de werkende moeders, zowel in de private sector als de publieke sector. De regering heeft het nodig geacht om deze regels vast te stellen vanwege het feit dat er nog in de samenleving er werkgevers zijn die de regels met betrekking tot moederschap, zoals ook opgenomen in de grondwet, die waarborging daarvan in de grondwet, dat die niet worden nageleefd. Dus de 6 weken voor zwangerschap en 6 weken bevallingsverlof en de doorbetaling van de zwangere vrouw in de arbeid. Dus de regering vond het nodig, maar ook ter regulering van de arbeidswetgeving, maar ook om onze wetgeving in lijn te brengen met de ILO-verdragen. Vandaar dat de regering het nodig heeft geacht om dit wetsproduct naar DNA te sturen voor behandeling. En daarin is dus ook, of daarin zijn dus ook de regels van het vaderschapsverlof in opgenomen. Yeah. Wat zijn dan de regels voor het vaderschapsverlof? De moederschaps, wanneer vrouwen in zwangerschap zijn, is de periode na de bevalling 3-4 maanden een hele cruciale periode. En daarin denk ik dat wij voor de samenleving tenminste heel belangrijk is dat de vaders ook betrokken worden in dat proces van zwangerschap na de bevalling. We weten dat er hulp nodig is bij de moeders na de bevalling, kraamzorg, administratieve zaken afhandelen voor bij CBB en alle andere zaken die nodig zijn voor de moeder, de hulp die de moeder nodig heeft na de bevalling. Hoe lang zijn wij in Suriname al bezig met de voorbereiding op deze wet? Nou, je kan zeggen bijkans 30 tot 40 jaar is men al bezig met de wet, omdat de werkgevers, u weet, in tripartiet overleg moeten zulke wetgevers, arbeidswetgevingsproducten moeten in tripartiet overleg behandeld worden. Er moet overeenstemming zijn tussen de partijen, waardoor het dan inderdaad zo lang heeft gestuurd, omdat men niet overeen kon komen met betrekking tot de financieringssystematiek van deze wet. Hoe de salarissen en doorbetaald zullen worden, vooral bij kleine en middenondernemingen. Maar wij hebben nu ook in die wet de financieringsmodel opgenomen. En dat gaan wij verder in plenair ook behandelen om dat goed in orde vast te stellen. Okay, het is een conceptwet op dit moment. Ja. Hoe is de voorbereiding in DNA? Nou, wij zijn nu in openbare commissieverband, hebben wij de wet behandeld en wij gaan nu naar plenair. En de bedoeling is dat wij dan binnen 3 weken, denk ik dat we al ready zijn om voor stemming van de wet te gaan. Nou, de wet is heel belangrijk. 1, het is een sociale wet. Wat wij ook vragen is dat wij solidair zijn met deze wet. Dat wil zeggen dat zowel de werkgever, de werknemer als de overheid, dat die gaat bijdragen in het fonds dat ook is opgezet in deze wet voor de doorbetaling, vooral zoals ik dat zeg, voor kleine en midden ondernemingen. Maar heel belangrijk is ook voor die samenleving, onze beroepsbevolking, waarbij wij ook een stukje verantwoordelijkheid dragen voor gelijkheid op de werkvloer.
De natuurlijke proces van zwangerschap, van bevalling, is ook, denk ik, niet alleen een verantwoordelijkheid voor de persoon alleen, voor de vrouw alleen, maar ook voor de partner, maar ook voor de werkgever, voor onze hele samenleving. Vandaar dat ik vraag solidariteit, om solidair te zijn hiermee. Omdat wij straks geen beroepsbevolking moeten hebben waar dat ziek is of dat niet kan meegaan in het arbeidsproces. Dat wij geen beroepsbevolking hebben waarbij de arbeidsproductiviteit heel laag is. En dat gevolg daarvan zal zijn dat wij arbeiders moeten gaan importeren. Dus vandaar dat wij ook een stukje ordening willen brengen in die samenleving. Een stukje rechtvaardiging ook voor onze samenleving. Maar bovenal dat wij als samenleving ook solidair zijn met elkaar. En dat wij rekening mee houden dat ook de vrouw onderdeel is van het arbeidsproces. En dat zij ook kan bijdragen aan, aan arbeidsproductiviteit. En ook natuurlijk een opbouw van ons land. Dus wij moeten gaan naar die solidariteit. Wij moeten solidair zijn. En ik benadruk dat. Zodat wij naar een geordende samenleving en een rechtvaardige samenleving kunnen gaan. En daarin meegenomen vaders. Omdat vaders onderdeel zijn van het opvoedingsproces binnen het gezin. En dat wij en dat ook dan het gevolg is dan een geordende samenleving en een gezonde bevolking. Dus dat zijn de zaken die sowieso onderdeel zijn van het, de wet. Maar natuurlijk, vaders behoren daarbij als in het gezin. En wij zeggen van vaders dienen daarbij ook in het proces. De periode dat is opgenomen in de wet is de 4 maanden na de bevalling dat de vader in aanmerking kan komen voor vaderschapsverlof. En dat is ongeveer 8 dagen. 8 dagen betaald verlof voor de vaders in die in de cruciale periode van de bevalling, na de bevalling. En dat is die 4 maanden, omdat we weten dat 1. De moeders hulp nodig hebben. 2. Dat de consultaties meestal gaan in die periode. Gaan de baby's voor prikjes. Moeders moeten gaan voor controle. Er is een consultatiebureau. Dus al deze zaken dat hulp nodig is voor de moeder. En dat de vader daarin een bijdrage kan leveren. Dus deze wet is geregeld voor de vaders, de periode na de bevalling, dus de 4 maanden, cruciale periode voor de vrouw. En geldt het alleen voor getrouwde mannen? Hoe is dat proces precies? Nou, de wet is specifiek. Het is voor de werkende vrouw. En in de wet is ook opgenomen dat vaders hun partners zullen moeten registreren bij de werkgevers. Er is een registratieperiode opgenomen in de wet waarbij vaders hun partners moeten registreren en waardoor de werkgever ook weet dat zo'n een mannelijke werkgever een partner heeft. En als die dan zwanger is of die zwanger raakt, dan die in aanmerking zal komen voor de verlofdagen of de vaderschapsverlof. Dus dat zijn eigenlijk de regels ongeveer. Moeten de moeders ook hun partners registreren? Want het kan dat ik persoon A zet, maar persoon A zet niet mijn naam, maar zet iemand anders naam. Hoe zal dat, die controle plaatsvinden? Nee, dus de registratie is duidelijk. Het is de vader en de partner die zijn een vrouwelijke partner moet registreren. De vrouw, nee, niet omgekeerd. De vrouw die komt sowieso in aanmerking voor de zwangerschapsverlof. Dat is al geregeld ook, zowel de publieke als in de private sector. Daarover gaat de wet. Dus de wet is niet alleen geregeld voor de private sector. Ook voor de publieke sector zal de vaderschapsverlof gelden. Dus de registratie moet bij de werkgever plaatsvinden van de partner. Als de partner een vrouwelijke partner heeft. En er is ook een periode daaraan verbonden. Wij hebben geplaatst in de wet een periode van 6 maanden. Dus dat is redelijk, denk ik. Maar er zijn ook andere instrumenten die gebruikt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld een huwelijksverklaring, een notariële akte. Want u weet dat sommige
samenwonen of partnerschappen die ook bij notarieel kunnen worden vastgelegd. Dus dat zijn allemaal instrumenten die de vaders kunnen gebruiken om hun partners te registreren bij de werkgever. Dankjewel, mevrouw Vreedzaam. Dankjewel.